Op een Weense wals van Wim en Els zijn hier Stephanie en Chagy! Wals, je keek er een beetje tegenop. Hoe vond je het? Het ging wel goed. Ja, het voelde lekker dus. Voel je je bevrijd? Ja. Goed, dan gaan we nu luisteren naar onze strenge, toch rechtvaardige jury. We beginnen bij Jef Kenia. Ja. Ik weet het niet. Het is zo moeilijk. Het is de moeilijkste opdracht die je hiphopper kan krijgen. Om bij de eerste show Weense wals te gaan dansen. En ik apprecieer jullie inzet, jouw inzet en inzet van Stephanie. Maar jullie Weense wals, die op sprookje moest lijken, leek een beetje op een nachtmerrie voor mij. Sorry, ik probeerde, ik deed mijn best om iets moois eruit te halen. Houding, je weet het. Het werd tegen jou gezegd. Was niks van terug te zien. Niks meer van over. Je weet hoe moeilijk het is. Die was weg. Voetenwerk klopte niet. Jullie waren wel heel intens met elkaar bezig. Het was mooi. Maar de Weense wals was gewoon niet goed. Sorry. Het is daar gemeen geworden, hè, die Evgenia. Zo gemeen geworden. Eerlijk. Ik zei nog net dat je mijn oogappeltje was. Eerlijk. Maar... Oh. Ik vond het mooi, hoor. Dan gaan we nu vragen naar Jan. Misschien heeft hij wel iets positiefs te zeggen. Ik heb ook iets positiefs te zeggen, maar ik wil wel beginnen met dat ik het jammer vind dat het nooit echt is gaan dansen. Zo'n Weense wals die zou als het ware over de dansvloer moeten zweven. En voor mijn gevoel, jullie hebben heel hard gewerkt hieraan, maar jullie bleven een beetje in de pasjes zitten. Omdat het voor jullie allebei iets heel erg nieuws is, wat begrijpelijk is. Maar het is nooit, jullie zijn nooit echt die vloer overgegaan. En dat miste ik wel. Dus daarom kan ik ook niet zeggen dat het briljant was. Wat ik wel wil zeggen is, Chagy, ik vind jou, je hebt zo'n ontzettende intensiteit als je danst. Je hebt zo... Dat verdient echt een compliment. Je bent een heel intrigerende danser. En je beleeft het ontzettend goed. En daar wil ik een groot compliment voor geven. Maar voor de routine aan zich ben ik ook niet zo enthousiast. Volgende liveshow wordt er geroepen. Tuurlijk. Dan. Yeah, listen, guys, I'm not going to pile on. I'm just going to say, you know, you got to figure it out. All right, this is a tough one out of the box, right? It is. This is a tough first routine to do, but the name of the game here is to dance out of your style and to figure it out. So whether it's working longer hours together, working harder when you're with your choreographer, whatever it is you can do, because you're both great, talented dancers, you can make it happen. It's just going to have to be stronger than that next time, all right? All right, thank you.